wensen hen natuurlijk veel succes de komende tijd met de trainingen. En dan hopen we dat we ze op de internationale wedstrijd en misschien wel een Grand Prix gaan bewonderen. Over naar Ashley Wagner, de Amerikaans kampioene die zich op wist te klimmen naar een 11e plaats. In de korte kuur naar een 5e plek overall. Deed ze omdat ze na Tuktemisheva en landgenote Gracie Gold de beste vrije kuur reed. De 24-jarige Ashley Wagner, kampioen van de Verenigde Staten. Een bestendige factor op het wereldkampioenschap met de afgelopen jaren een 4e, een 5e, een 7e en dit jaar ook weer een 5e plaats. Maar de 7e op de Spelen in Sochi. Dus nog echt lang op die, die medaille eigenlijk. Hè? Ja. Niet eens dat de titel, maar zelfs lang, een medaille. Heel lang geleden. Het had zomaar gekund hoor, hier in Shanghai. Ja, zeker als we naar de lange kuren kijken. What does he want?